Charmant is het niet. Maar ik dacht, ik show het dus echt op een echt model. Een model van vlees en vet. En gewoon met wat meer gewicht, want dan zie je het ook wat beter. Ik draag hier de huis-BH. Klinkt raar, maar je moet het een beetje vergelijken met een huispak. Dit doe je aan, je komt thuis en je denkt, oh, een strakke BH uit, ik heb rode striemen, lekker. Dan trek je dit aan en het zit super zacht. Heel simpel, er zit hier een ritje. Ik ga hem een klein beetje open doen en ik kan zien dat er haakjes onder zitten. Je doet eerst die haakjes dicht en dan rit je op een hele makkelijke manier hem dicht achter. Zie je mijn vetwolken? Ja, die heb ik nou eenmaal. Lekker breed. En dan zie je ook dat alles lekker zacht is. Het is heel elastisch, want hij is echt heel groot. Ik heb de XXL aan, maar ik draag normaal XL, maar we hadden hem even niet in mijn maat, dus ik heb hem een maatje groter gedaan. Maar ja, zoals ik je al laat zien, hij is heel royaal. Lekkere brede bandjes. Super zacht. Ik zou hier ook gerust even meer boodschappen gaan doen, shirtje eroverheen. Maar het is geen sport-BH. En daar zeg ik er even bij. Mensen die dit zien, die denken, oh, dat is een sport-BH. Nou, daar gaat het niet. Het is lekker om mee rond te huppelen, maar dat is het dan ook. Ik heb weer verschillende kleurtjes. Ik heb hem nog in het lichtgrijs, dat is een eenmalig kleurtje. In deze mooie wijnrode kleur, dat is ook een eenmalig kleurtje. En standaard hebben we hem in het zwart. Ik heb er meer op, maar we moeten ze nog uitpakken. En in deze hele mooie zachte poederkleur. En die poederkleur kun je perfect onder wit dragen, zie je niks van. Super goede prijs. Ja, het is ons best verkopende product op het moment in de winkel. Bijna iedereen pakt er zo'n lekker huis-BH'tje bij. Want wat ik al zei, het is lekker zo voor thuis. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten en er geen BH aan willen in het ziekenhuis. Super. Dames die zwanger zijn en waar de borsten wat zwaarder van worden als je dan s'nachts slaapt. Deze BH is ook perfect als slaap-BH. Dus je kunt er van alles mee doen. Ik doe er nog een linkje bij en wat meer info. En dan vinden jullie prijs en nog wel wat jullie willen weten.